En daarom ook een bijzonder welkom aan onze bezoekers uit Amsterdam. Oostraal tegen het winnen. Hey. Kom aan, man. Oostraal tegen het winnen. Kom aan. Deze is van ons. Kom, we hebben elkaar nodig nu. Mentaal, als iemand mist, gaan we als team pakken dat ook. Hoe jij doet, moet zelf winnen. Maar laat je niet gek maken door een spel te snel te gaan nemen of te langzaam te gaan nemen. Doe gewoon zoals je het zelf wil nemen. Ja? Iedereen heeft zijn eigen manier. Gewoon rust in je hoofd. Geen stress. Met één team. Geen stress. Vertrouwen, boys. Vertrouwen. Pak de verantwoordelijkheid. Kom maar, boys. Kom maar, boys. Ja! Get him, man. I got you.
Ik maak het nog even spannend op het einde. Ja, zeker. Ja. Het was een heel lekker schot en dat hij er zo in mag vallen is natuurlijk echt fijn. Ja, ja, want de hele wedstrijd denk ik dat je al de betere bent als PSV zijnde. Zeker. Zij maken één goal en toen dacht jij, ik zet de knop om. Nu moeten de kansen ook resteren in het doelpunt. Ja, we hadden al heel veel kansen gehad. Ik vond ook echt dat we over heel de wedstrijd de betere ploeg waren. En ja, het is natuurlijk jammer als je die kansen niet afmaakt. En dat dan op zo'n manier mag gebeuren is ja, echt fantastisch. Ja, net voor het einde, zo'n doelpunt is een jongensdroom, denk ik. Ja, zeker. Ja. Is echt een droom, een droom die uitkomt. Ja. Hoe was het voor jullie binnen de groep? Hè? 2 weken geleden heb je eigenlijk een soort van het kampioenschap verspeeld. Hoe laat je dan op in zo'n onderling duel om toch te laten zien, wij zijn de allerbeste? Ja, we spelen altijd tegen Ajax. Ik weet niet wat het is, maar tegen Ajax is altijd dat we goed spelen. En ja, in de groep zeiden we ook dat het niet uitmaakt. Het is een finale, dus kan alle kanten op. En ja, we hadden vertrouwen in dat wij beter waren dan Ajax. En ja, zo gebleken uiteindelijk. Theo, wat een ontknoping van dit jaar. Met wat voor gevoel sta je hier nu? Ja, trots. Trots. En dit is wel de ontknoping van het jaar, zeg maar. Dit is wel de mooiste manier om hem binnen te halen. We hadden hem eigenlijk al 2 weken geleden binnen moeten halen. Maar op deze manier, als je het vooraf mag omschrijven, dan is dit de mooiste manier. Ja, met wat voor groep hebben we hier te maken? Ja, met een groep die alles voor elkaar over heeft gehad. Zeker deze wedstrijd. En heel wisselende samenstellingen. Dan met Jong, dan met deze, dan met 17. Dus wel echt een fantastische prestatie om met deze groep dit neer te zetten. Ja, want deze wedstrijd die had alles. Hè? Op een gegeven moment in de 88ste minuut geloof ik maak je de 1-1. Ja. En de hele wereld staat op zijn kop. Hoe heb jij daar gezeten? Nou, vrij rustig eigenlijk toch wel. Omdat ik vond dat wij ook gewoon de betere van het spel hadden. Ja, dan valt die goal tegen. Ja, dan is het ontstaat er wel iets van paniek. Dan moet je mee nadenken wat je nog kan doen. Nou, dan ga je wisselen en eigenlijk een paar minuten later valt er gelijkmaker. En ja, dan ben je eigenlijk maar focussen van hoe kan ik het beste wegzetten, op welke manier. Maar alle krachten waren bij de meeste weg, zowel bij ons als bij Ajax. Dus ja, het werd een vechtpartij en dat had ik ook voorspeld. En het was geen grootste wedstrijd, maar wel terecht een winnaar, denk ik. Aanvoerder, gefeliciteerd jongen. Wat voor wedstrijd hebben we net gezien? Ja, ik denk echt bizar. Ik denk dat je eigenlijk van de 90 minuten 80 minuten gedomineerd hebt. En in de 88 minuten opeens een tegengoal krijgt. En dan, ja, dat we hem nog maken geeft echt alles aan over dit team. Dat wij nog terug kunnen komen, niet voor het eerste seizoen, geeft echt aan wat voor team wij zijn. Wat de spirit erin zit, altijd vertrouwen in elkaar houden. En ja. Nee, je benen hielden ze het nog een beetje. Nou, op minuut 85 was het redelijk klaar. Toen was het nog door en na de goal dacht ik, ja, er kan beter iemand fris in komen. Dat is beter voor de groep. Nou, dan denk ik dat je mooi gaat rusten en een mooi feestje gaan vieren.